Waarom is het zo lekker? Authentiek, ambachtelijk, vers. We hebben een dagelijks wisselende kaart met dagverse producten. En juist door die versheid en door de doorloopsnelheid blijven jullie heel erg creatief. Ik denk dat het leuke is wel, ze koken alles uit de losse pols. Ze werken niet met recepten. We kijken gewoon in de koeling wat we allemaal voor handen hebben. En daar gaan ze mee aan de gang. En als je dan een kipfiletje tegenkomt, dan kun je hem Oosters aankleden of Italiaans of gewoon standaard. Of je kunt er alle kanten mee op. En die koken net wat ze zelf zin in hebben, lijkt het aan toe. En dan kan het goed zijn dat je 4 dagen hier achter elkaar een broodje tonijnsalade komt eten en die 4 dagen compleet anders maakt. Zowel de salade zelf als door alle garnituren die erop liggen. Dus die garnituurtjes die maken de broodjes zo leuk. Ja, je hebt heel veel vaste gasten. Iedere week minimaal 1 keer naar binnen schieten. Dat is echt een kwestie van gaan we boodschappen doen en zelf eten koken of schieten we even vlug bij Disney naar binnen. Er zijn alle tafels vol, dan schuiven ze bij elkaar. Dus dan kan het zijn dat je een tafel van 8 personen daar er 3 celletjes voor 2 op zitten. 2 links, 2 rechts, 2 in het midden. En buurt het een buurt en buurt het niet even goede vrienden, zeggen we altijd. En het is gewoon het gemoedelijke. Tussen de ondernemers zelf klikt het heel goed. Het is juist ook zo leuk dat ze hier proberen om elkaar te helpen. Heel speciaal bier komen van de bierspecialist af. De bakker die levert letterlijk al onze broden. En zo proberen we elkaar allemaal te versterken. Ja, de Noordkade is heel erg open, heel erg transparant. Alles authentiek en ambachtelijk. En dat doen wij eigenlijk precies hetzelfde. Een hele mooie plek om te werken.